Hey allemaal, super leuk dat jullie weer kijken naar eindelijk een nieuwe video van mij. En daar wil ik allereerst natuurlijk sorry voor zeggen. Maar in deze video ga ik alles uitleggen waarom ik eventjes afwezig ben geweest. Het beeld is ook iets scheef, zie ik nu. Maar dat komt omdat jullie op een kaarshouder staan. En ik wilde heel graag deze video vandaag nog opnemen. Dus ik mis even een statief. Dus probeer er niet op te letten. Anyways, waar moet ik eigenlijk beginnen? Mijn laatste video's waren de wedstrijdvideo's die ik heb opgenomen. Ik ben naar het WK in Ermelo geweest met Enzo's internationale wedstrijd. En ik ben naar Dona Eschingen in Duitsland geweest. En dus ik heb wat wedstrijden gereden. Daar ben ik druk mee geweest. Maar eigenlijk is zeg maar hetgeen waardoor ik eventjes een soort van pauze heb genomen, omdat ik dus geen video's meer heb opgenomen, behalve dan de wedstrijdvlogs die ik sowieso heb opgenomen, die nog online moesten komen, omdat ik echt eigenlijk heel erg overliep in het werk wat naast mijn paarden zeg maar gedaan moet worden. Ik heb natuurlijk maar 2 paarden om te rijden, zoals jullie weten, en zoals een kist. En Matje is dus met pensioen. Over hem ga ik ook nog een update video maken. Maar ik heb echt helemaal nieuwe energie. Want jullie kijken deze video natuurlijk met de reden dat, dat ik heb aangekondigd dat er iets super leuks. Dat er super gaaf leuk nieuws is. Dat komt natuurlijk ook in deze video. Maar ik wilde eigenlijk een beetje een algemene video ook van. Ja, hoe is het nou een beetje gelopen? Nou, daar wil ik verder mee praten. Over dat ik dus met het werk heel erg druk was. Ik heb natuurlijk mijn 2 paarden, maar alleen daarnaast heb ik mijn bedrijf By Jill. En wat er allemaal aan vasthangt aan Team By Jill, online trainingsprogramma. Ik vind dat heel moeilijk om op te noemen. Altijd, dan denk ik altijd van waar ben ik eigenlijk altijd heel dag terug mee? Want doe eigenlijk helemaal niks. Maar in ieder geval. Eigenlijk liep ik wel een beetje, ook door die internationale wedstrijden. Dus ik heb best wel lang was ik niet op wedstrijd geweest, zoals jullie weten. Zeg maar internationaal, dat ik echt zeg maar een week weg ben. En nu was ik dan 2 keer achter elkaar. En dat was ook echt super leuk en super goed voor Enzo's. Maar daardoor ben ik gewoon als het ware een week lang van de aardbodem verdwenen. Ik kan mijn laptop wel meenemen, maar het is heel moeilijk om echt van zo'n afstand te werken. Je hebt heel slecht of anders slecht internet, et cetera, et cetera. En ondertussen zijn mijn werkzaamheden zo steeds verder uitgebouwd dat ik dus eigenlijk niet weg kan gaan. Want alles is dit. Ik doe zeg maar alles zelf. Doe, deed. Heel veel mensen hebben dat niet eens door, omdat ze dan, weet je, als ik dan een mailtje krijg en dan zie ik ook aan allerlei mensen geschreven. Maar ik ben de enige die alles deed. Dus ik deed video's editen, bestellingen versturen, video's maken natuurlijk. Heel Team By Jill, wat erbij komt kijken achter de schermen. Mensen die nieuw zijn, mensen die hun abonnement opzeggen. Ga maar door. Mensen die iets willen retourneren. Mensen die nieuwe clinics willen aanvragen. De clinic zelf moet ik natuurlijk geven. Nou, ga zo maar door. Kwam allemaal op mij terecht. En dat is natuurlijk niet erg, want dat hoort erbij. En, maar dan kom je dus op een punt dat je dus als het ware zo hard moet werken. Dat je eigenlijk iemand erbij nodig hebt. Maar ja, je moet natuurlijk zo hard werken op een gegeven moment. Omdat als ik natuurlijk niet voor 2 mensen als het ware moest werken, dan kon ik ook niemand aannemen. Want dan zat diegene de hele dag uit zijn neus te eten natuurlijk. Dus je komt dan, als je dus een bedrijf begint, dan eerst denk je van nou, ik ben echt benieuwd waar ik het ooit allemaal druk mee ga krijgen. En op een gegeven moment gaan dingen lopen en groeien. En dan ben je dus in je eentje allemaal balletjes hoog aan het houden en eigenlijk voor 2 personen werk aan het doen. Maar ja, dat hoort er dus echt bij. Dat is niet om zielig te doen of zo. Want het is alleen maar positief. Maar ja, dat moment van dat je dus nog niemand hebt. En dat je wel voor 2 personen als het ware aan werk zit te doen. Is wel echt best wel heftig, als ik eerlijk mag zijn. Maar, dus meteen door te schakelen naar iets positiefs. Toen heb ik dus ook een vacature online gezet. Zo van, help! Help me! Want ik kon het gewoon echt niet meer in mijn eentje aan.
Maar toen was alles al een soort van overlopen en drama en crisis en zo. Nou, toen gingen dus mensen solliciteren. Super veel lieve reacties op gehad. Maar ja, toen werd het nog erger. Want toen moest ik dus alle sollicitaties gaan doorwerken. Doorlezen, dat soort dingen. Mensen uitnodigen voor gesprek. En daardoor kon ik helemaal weer niks meer doen aan... ja, het was echt vreselijk. Het was gewoon echt... Het was chaos. Dus ik hoop niet dat jullie er al te veel van gemerkt hebben. Hebben jullie er wel iets van gemerkt? Naast dat ik gewoon verdwenen was van internet. Sorry. Dus als je je bestellingen nog later hebt gekregen. Of iets dergelijks. Ik weet het niet. Maar volgens mij heb ik het redelijk recht kunnen trekken. En heb ik iedereen allemaal mailtjes gestuurd en dergelijke. Maar... toen heb ik dus Emma gevonden. Die hebben jullie al gezien op Instagram, heb ik haar voorgesteld. En Emma die gaat mij dus vanaf, ja, dus nu denk ik dat ze 5 weken of zo bezig is, zoiets. 4 of 5 weken. En Emma helpt mij dus met By Jill, dus niet met de paarden, maar alles wat daarnaast komt kijken. En dat is echt wel heel erg relaxed. En daardoor zit ik hier nu ook echt helemaal met vernieuwde energie. Heb ik helemaal weer mezelf teruggevonden. Dat ik denk, ik heb gewoon weer zin om die camera te pakken. En helemaal gewoon mijn energie en plezier wat ik hierin heb over te brengen naar mijn lieve volgers. Want ja, ik ben natuurlijk nog steeds super enthousiast en blij over wat ik doe. Want het is alleen maar positief. Maar ja, jullie snappen het vast wel. En ik denk dat jullie het misschien ook wel interessant vinden om dit te horen van mij. Want het is gewoon, hoort gewoon bij het ondernemen. Een eigen bedrijf hebben en dat soort dingen. En het proces daarvan. Hoe zoiets loopt. En ja. Dus toen kwam Emma. En daar ben ik nu. Emma moest heel veel natuurlijk weten en leren van mij. Want zij, omdat ik alles zelf deed. Ja, zit het allemaal in mijn hoofd. Maar ik moest het nu zeg maar gaan uitleggen aan haar. En ja, daar zijn we ook een hele tijd mee bezig geweest. En nu komen we echt op een punt dat het dus een beetje, zeg maar, zijn, ja, dat het tot het doel begint te komen van dat ze er is. En dat is echt super fijn. Dat is echt, dus Emma, als je dit ziet, ik ben heel blij met je. Maar jullie hebben hier natuurlijk helemaal niet om dit, die video, aangeklikt. Maar dat is wel interessant om te weten, want vanaf nu ga ik jullie dus weer stalken op internet. Maar jullie hebben natuurlijk aangeklikt omdat jullie het grote, spannende, alles super vette nieuws willen weten. En nee, ik ben niet zwanger. Nee, gewoon, ik heb een food baby. Sommige mensen zeiden ook, ja, dat zie je toch op de foto, ze is zwanger. Thanks. Maar maakt niet uit, want hè? Maar nu zijn jullie natuurlijk nog steeds heel erg benieuwd naar wat het dan is. En ik hoop ook echt dat jullie het super, super vet vinden, net zoals ik. Ik ga het dan gewoon zeggen. Ik heb namelijk vanaf 1 december mijn eigen accommodatie! Yeah! Oh my god, ik ben zo blij! Gewoon mijn eigen stal vanaf 1 december. Waar ik les mag geven, les kan geven. Allerlei dingen kan doen. De komende weken heel veel video's over wil maken ook. Want ik hoop dat jullie net zo enthousiast zijn erover als dat ik ben. Ik heb ook al gezegd natuurlijk dat heel veel van jullie er waarschijnlijk vrolijk van gaan worden. Want ja, ik kan natuurlijk nu gewoon les geven. Ik heb superveel plezier gehad en super fijn gestaan. Altijd bij Kim, waar ik zeg maar nu nog steeds natuurlijk sta tot 1 december. Maar ik gaf daar geen les. Dat kon ik ook niet, omdat daar heel veel wordt gefokt. En dat is heel logisch natuurlijk, want als er heel veel verschillende mensen op het terrein komen, dan is het natuurlijk ook een hele grote kans dat er ziektes meegenomen worden. En als dat jouw boterham is, zeg maar, dat je daarvan moet leven, dan is het natuurlijk, ja, gewoon een drama als er bijvoorbeeld een ziekte voorbij komt. En ik snapte ook heel goed dat dat daar niet mocht. En dat wist ik ook overigens toen ik daarheen ging. Dus dat is natuurlijk geen verrassing, maar ik heb daar wel heel fijn kunnen trainen altijd en gewoon super fijn mijn ding kunnen doen. Maar ja, ook weer met oog op mijn bedrijf en omdat ik ook weer verder wil, heb ik dus nu een eigen accommodatie waar ik dus wel les mag geven. En ik krijg heel vaak mailtjes van jullie van kan ik komen lessen bij jou, kan ik privéles nemen.
En altijd moest ik zeggen, nee, sorry, dat gaat niet. Maar vanaf 1 december, en dat is super cool, want het is ook natuurlijk vakantie. Dus voor heel veel mensen ook een mooie oplossing om een keer in de vakantie naar mij toe te komen. Omdat ze dan meer tijd hebben. Omdat het misschien voor sommige mensen ook ver reizen is. Maar ja, vanaf 1 december zijn jullie dus van harte welkom bij mij op stal. En ik wil eigenlijk nog niet heel veel vertellen over de stal. Omdat ik er eigenlijk heel veel losse video's van wil maken. En omdat deze video nu al wel heel erg lang waarschijnlijk is. Maar ja, ik ben echt beyond excited. En gewoon, dit is echt altijd mijn droom geweest. Om toen ik op de manege begon. En mijn ouders hebben natuurlijk niks met paarden. Dus wij hebben geen stal thuis. En ik ben ook nooit op de stal opgegroeid. Of iets. Of whatever. Iets wat met stal te maken heeft. Ik heb altijd gewoon op stallen, pensionstallen gestaan. Maar ja, altijd met een soort van beperking. Dat ik niet... Gewoon, jullie weten het wel. En nu kan ik dus gewoon helemaal mijn eigen ding gaan doen. Ik wil ook heel graag bijvoorbeeld dat mensen een paar dagen kunnen blijven. Trainingsweken nog niet, dat weet ik niet, zeg maar. Ik moet eerst natuurlijk een beetje mijn ding gaan zoeken en zo. Hoe ik het ga doen. Maar bijvoorbeeld als je in de vakantie zegt, ja, ik wil heel graag 3 dagen achter elkaar trainen. En dan kan die dus bij ons op stal blijven. En dan kan je bijvoorbeeld in een hotel in de buurt komen logeren als het ware. En dan kan je bijvoorbeeld 3 dagen achter elkaar lessen. Dat is natuurlijk ook hartstikke fijn. Want dan kun je misschien verschillende dingen pakken. Een keer ook proefgericht. Of whatsoever. En nou, jullie merken het wel. Ik ben echt super super blij. En ik hoop ja, dat jullie ook het leuk vinden om naar mij toe te komen. En voor Team by Jill is het natuurlijk ook super, want we gaan ook daarmee aan de slag. Want Team by Jill heeft inmiddels meer dan 1000 leden. Het is echt bizar. Daar ben ik echt zo trots op. En ik wil daar ook heel graag wat mee gaan doen, zodat die ook zeg maar naar mij toe kunnen komen of voor les. Of dat je... Nou, anyways, we hebben nog genoeg te doen. Maar het biedt in ieder geval heel veel mogelijkheden. Geef zeker dus een blauw duimpje omhoog als je het ook super gaaf vindt. En ik zei al, ja, ik heb hier natuurlijk altijd van gedroomd. Waar ik net nog even, wil nog heel even op terugkomen. En ja, ik zeg altijd, if you can dream it, you can do it. En ik heb gewoon altijd op stallen gestaan. Ik heb mijn eigen bedrijf opgestart. 3 jaar geleden, bijna 4 jaar geleden. En ja, ik ben gewoon gaan werken en mijn ding doen. En mijn best doen. En nu ben ik op het moment gekomen dat ik dus mijn eigen stal op mijn eigen kracht kan hebben. En daar ben ik heel erg blij mee. En ook wel een klein beetje trots op, als ik eerlijk mag zijn. Dus ja, dit was het eigenlijk het nieuws. Ik zal ongetwijfeld wel weer keiveel vergeten zijn. En jullie zullen ongetwijfeld ook allemaal vragen nog hebben. Maar ik wilde deze video per se nu opnemen. Het is bijna live als je dit kijkt. Want ik heb het opgenomen. Ik ga het nu gauw editen. Nou jongens, ik vind het echt heel erg leuk en zo lief trouwens ook nog even dat jullie allemaal lieve dingetjes zeiden. Behalve dat ik dik was en dat ik zwanger leek. Maar alle andere dingen lief en meeleven en leuk over dat er iets leuks aan zit te komen. En dat ik eventjes soort van er niet was, dat ik dat zei. Maar ik heb er dus nogmaals echt super veel weer zin in. Het is echt goed voor je. Soms heel eventjes gewoon zo'n break. En dan gewoon nu weer helemaal fris en fruitig aan de slag. Ik zie jullie heel graag weer bij de volgende video. Als je nog vragen hebt of opmerkingen of leuke ideeën over whatsoever. Dan zie ik die heel graag in de reacties hieronder. Vergeet ook niet te abonneren, want dan blijf je op de hoogte van alle nieuwe video's die er nog gaan komen omtrent de nieuwe stal. En dan zie ik jullie heel graag weer bij de volgende video. Doei doei!